Afgelopen zaterdag is ons boek verschenen, Damzicht een wijk apart. En hebben wij dat uh, op 23 april overhandigd aan Wethouder Rozenberg hier in Museum Zwaanstein. Ik ben Marcia van Rooij, ik ben de voorzitter van de werkgroep Oud Damzicht. Ik heb het boek gemaakt samen met een aantal buurtbewoners. naar aanleiding van een avond in de wijk over de geschiedenis van onze buurt. En dat was in april 2013 en al snel daarna ontstond er een leuke groep mensen die met elkaar besloten om er een boek van te gaan maken samen met de historische vereniging Voorburg. En die buurtbewoners dat zijn Marliese Hof, Ton Innemé, Pascal Scheenstra, Frauke Tamsma, Walter Uilenbroek, ikzelf natuurlijk en niet in de wijk wonend maar wel bijzonder enthousiast Kees van der Leer, historicus uit Voorburg die van het begin af aan onze groep gecompleteerd heeft. De titel van het boek is Damzicht een wijk apart. En de wijk Damzicht is ook daadwerkelijk nogal afgelegen ten opzichte van het centrum van Voorburg. En in sommige momenten in de tijd is de wijk ook wel eens vergeten of was men zich niet altijd bewust dat achter het station Leidsterdam-Voorburg zich nog een hele wijk bevond. De afgelegen ligging van de wijk is soms ook bepalend geweest voor wat zich daar heeft afgespeeld. Zoals de vele verzetsactiviteiten die er geweest zijn in de oorlog. Daar was het een prima uh, verstopplek voor. Uh, maar ook uh, tijdens de dreigende annexatie van uh, de gemeente Den Haag in de jaren 30 was uh, de wijk Damzicht eigenlijk helemaal vergeten op de tekentafel. En gelukkig is die annexatie niet doorgegaan. Het boek um, telt 204 pagina's en weegt zo zwaar als een dikke dakpan. Um, en dat mag ook wel, want het bestaat eigenlijk uit drie lagen. En de eerste laag is um, ja, een kleine geschiedenis. Het geeft antwoord op de vragen die je hebt als je in die buurt woont. Zoals uh, welke winkel heeft er vroeger in mijn huis gezeten? Of waarom ontbreken er huisnummers in de Essensteinstraat? Of waarom zijn de meeste straten vernoemd naar buitenplaatsen? De tweede laag van het boek is eigenlijk de verbinding met de grotere geschiedenis. En dat hebben wij als buurtbewoners tijdens drie jaar onderzoek ontdekt. Uh, het boek verhaalt van een ridder in de middeleeuwen, van Spanjaarden die daar gelegen hebben, van middenstanders in de jaren vijftig. En er zijn ook verhalen waarover vroeger misschien liever gezwegen werd. De derde laag in het boek is de verbinding van de geschiedenis met het nu. Het gebied aan de vliet, wat we nu Klein Plaspoolpolder noemen, daarover wordt door de gemeente nagedacht om dat te herinrichten. En dat is precies de plek waar de naamgever van de wijk heeft gelegen, de buitenplaats damzicht. En wat zou het nou mooi zijn als een aantal historische elementen daar weer in teruggebracht werden? Zoals bijvoorbeeld het thuisbrengen van de koepel die daar ooit heeft gestaan, het theehuis, waarvan we nu maquetten in het museum hebben. Of iets heel anders: het terugbrengen van de tweede gebroken grenspaal die we gevonden hebben op de gemeentewerf. En de wethouder heeft toegezegd om die daar voor ons ook te gaan restaureren en terug te plaatsen. In de 17e eeuw ontstonden uh, veel buitenplaatsen. Rijke uh, stadsbewoners, die waren uh, de stank en de herrie van de stad uh, waren ze echt zat. En ze zochten. De landelijkheid in Voorburg, met name aan de Vliet. En daar werden dan ook heel veel buitenplaatsen gebouwd. En zo ontstond de buitenplaats Damzicht. Waarvan tot mijn grote verrassing bleek dat deze ontstaan is uit een uh, oude boerenhofstede. De geschiedenis van die oude boerenhofstede die gaat heel ver terug. Die boerenhofstede Damzicht. Uh, die, uh, heeft de eer om als eerste vermeld te worden in het Memorieboek van Voorburg. Die oudste vermelding uh, is een notitie van de pastoor waarin hij zegt dat ene Katrien Doeden uh, belooft jaarlijks drie schellingen te zullen betalen in ruil voor het lezen van missen en het branden van kaarsen. Nou, die Katrien Doeden is de oudste uh, eigenaresse van de hoefsteden. Uh, Damzicht, en de notitie dateert van 1435. Via die Katrien Doeden uh, komen we terecht bij een volgende eigenaar en dat is Willem Gilleszoon, die uiteindelijk een van Zoutelanden blijkt te zijn. Hij blijkt een kruisridder te zijn die faam had verworven, omdat hij natuurlijk naar het Heilige Land was geweest en daar keurige heldendaden had verricht. ...en daarna eigenaar werd van de boerenhofstede Damzicht. De mooiste periode beleefde Damzicht toen de regent Willem Hendrik van Schuilenburg eigenaar werd. Ik sta hier bij een kaart van de nauwkeurige landmeter Kruikjes... ...waar Damzicht ook heel mooi gedetailleerd staat weergegeven. Van de buitenplaats zelf zijn geen andere afbeeldingen bekend. Behalve dan op kaarten, maar geen driedimensionale weergave van bijvoorbeeld het gebouw. Bijzonder is ook nog een uh, hele fraaie kaart, waar Damzicht op afgebeeld is uit de collectie van uh, Gerard Duivenstein. Deze kaart is extra bijzonder, omdat dit een van de laatste weergaven is van de buitenplaats. Het is een kaart uit 1844. In 1846 werd het buitenhuis afgebroken en bleven alleen het koetshuis en de tuinmanswoning nog staan. De oude buitenplaats werd gekocht door Pieter van Zwieten. Deze woonde samen met zijn huishoudster. En uh, ja, wat gebeurde wel meer? Er werd een buitenechtelijke dochter geboren. Deze buitenechtelijke dochter die trouwde zeer verstandig met een tuinder. En zo zijn de tuinderijen naar Damzicht gekomen. Op dit schilderij uit familiebezit zien we um, het oude koetshuis... waar uiteindelijk de familie De Koning hun tuinderijen zijn gaan uitoefenen. Het aardige van het project is ook dat er uh, veel onbekende foto's uit familiebezit tevoorschijn zijn gekomen. De twee belangrijkste tuindersfamilie op Damzicht... Uh, was de familie uh, Hendricks en de familie de Koning. En van uh, deze uh, familie liggen uh, prachtige familieportretten uit de tuinderijperiode, ook op de expositie. Omdat uh, de buitenplaats, uh, en met name het buitenhuis, door uh, veel bomen was omgeven, zien we dat uh, op oude schilderijen het huis niet zichtbaar is, maar vaak wel de koepel die aan de vliet stond. En van die koepel um, weten we dat hij na de afbraak van het uh, buitenhuis terecht is gekomen um, op de begraafplaats uh, te Veur. En daar werd hij als aula in gebruik genomen. Daarna is hij helaas afgebroken. Maar voor de afbraak zijn er minutieuze tekeningen gemaakt. En dat is heel plezierig, want dat betekent simpelweg dat herbouw heel goed mogelijk is. De herbouw van deze koepel zou een um, mooie herinnering opleveren aan de vele tientallen koepels die um, aan de vliet hebben gestaan, maar in de loop der eeuwen vrijwel allemaal zijn verdwenen.